Jokke. Zeg, wat is er met die ook gebeurd? Tegen de muur gelopen, zeggen ze dat, hè? Nee. Ongelukkig geen bos. Ja. Ja. Ik geloof ervan wat je wilt, jong. Kende je Frederike voordien, of? Nee, ik ben mij niet aan het afvragen. Nee, eigenlijk. En ik heb nog niks gezien van haar. Maar ja, heel vlug is er dan toch een klik. Ze is geëngageerd, hè. Het is heel te specifiek, hè. Ja, en ik heb ook graag... Casting naast biologie. Ja. Mooi, hè? Zo. Ja, een grote mooie man van 2 meter. Dat is niet mis, hè. En muzikaal. Ik ken hem ook niet. Het is heel spannend, omdat... Langs de ene kant is dat een hele grote cadeau, zeker als die goed begeleid worden. Maar iemand die nog niet gespeeld heeft, is altijd evenwicht zoeken. Maar als het goed is en ze worden goed begeleid, dan hebben ze een hele schone spontaniteit. Hè. Ja. Werk je met kinderen? Ja. Heb ik al gedaan in buitenspel. Ook een cadeau. Als je erover nadenkt, dat is als een job, hè. Spelen. En dat is wat kinderen van zichzelf hebben. En het enige wat er eigenlijk moet zijn, is heel veel enthousiasme. Om die moteur draaiende te houden. Maar dat is er. A priori. En dat is... Ja, I love it. Ik vind het heel fijn. Ja, baby's, beesten en boten. Niet doen. Ik ga echt ooit een film maken op een boot. Met een baby. En een groot beest erbij. Om te bewijzen dat het er wel kan. Ja, er gebeuren inderdaad onverwachte dingen en het is niet altijd simpel om hen hetzelfde te laten doen of om die energie hoog te houden, maar ik zeg het, ze spelen. Als je ze kunt doen spelen. Dus ik moet wel zeggen dat de begeleiding super belangrijk is. Maar dat is hier, dit is gewoon super professionele. Anne van der Velde zit hier op set, constant. Dus die scènes worden doorsproken, weet waarover het gaat. En dan is dat Frederica om het over te nemen en dat gaat tot nu toe wonderwel. En ja, zeker mijn zoon, die heeft al een paar keer gespeeld, je voelt dat ook wel. Kind van 2 acteurs, zal er ook wel voor iets tussen zitten. Ze hebben allebei, de camera loves them, allebei. Het is echt, wauw. Ja. En Frederica, ja, dus... Die heeft kortfilms gedaan, mm-hmm. Maar het is een debutante als... Ja. Absoluut, en volgens mij is de cameraman ook een debutant. Ook zijn eerste langspeler. Veel debutanten op deze film. En dat maakt het heel speciaal. Maar dan, weet je wat het is? In het begin ook bij die auditie, dat je... Het is precair, maar dat, ik hou ervan, want je voelt het, dat is echt niet... Sommige regisseurs die al zo lang bezig zijn, die verliezen ook iets. En ja, dat is haar kind, hè. Dat is echt heftig. Dus die heeft alles, die is zo goed voorbereid. Ik vind ook dat ze het zeer goed doet. Ze behoudt de kalmte, ze heeft het allemaal goed in haar hoofd. En natuurlijk, voor beginnende regisseurs is er nooit geen tijd genoeg. They wish. Maar ze leren het klappen van de zweep, hè. Maar ja, ik vind dat ze het super doet, echt waar. Ja. Het genre jeugdfilm, ja, het is niet uw eerste. Geloof jij in het fenomeen jeugdfilm? Het FAF is dat nu aan het speciaal? Ja, maar ik vind dat eigenlijk een rare benaming. Ik zou dat eerder familiefilm noemen. Dat is gelijk dat er boeken zijn die je kunt lezen van 8 tot 88. Zo zie ik dat. Ik zie, en deze film ook, ik zie dat echt zo. Niet om te verkopen of zo, hè, dat je niet mag zeggen, het is een kinderfilm. Maar ik vind het niet echt een kinderfilm. Maar ik hoop alleen, wat er zo heel schoon zou zijn als de volwassenen... Want het is natuurlijk vanuit de ogen van een kind. Maar als die ook zo deze film zouden kunnen beleven... Want het onderwerp is ook niet zo... Maar het wordt echt vanuit dat kind bekeken. En je zou dat naïef kunnen noemen. Maar dat zijn zeer terechte vragen die inderdaad... Tuurlijk, waarom? Hè? Hoe kan dat nu, mama? Die wonen hier al zo lang. Waarom moeten die dan terug? Dat is een zeer terechte vraag. En volwassenen die gaan niet, ja, het is moeilijk, het is gecompliceerd.
Nee, soms is het misschien niet zo gecompliceerd. Ja. Dus dat is... Ja, in die zin vind ik het dus een eerdere familiefilm van 8 tot 88 dan een kinderfilm. Weet je waarover het gaat? Als je elkaar de hand uitsteekt en je zoekt connectie, dan kan heel veel. Dat is voor mij hardcore een beetje de film. Vanuit mij dan is de mama die een beetje verwarde, onhandige, creatieve vrouw die juist de scheiding achter de rug heeft en die haar identiteit zo aan het zoeken is en die wel liefde heeft, maar en die vooral voor mij dan als personage connectie probeert te maken met haar zoon. Omdat de constellatie verandert, de papa valt weg en dat is wat zoeken. En dan komen daar die twee mensen in dat verhaal. En dan moeten ze maar komen kijken hoe het afloopt natuurlijk. Maar uiteindelijk gaat het ook wel natuurlijk over mensen zonder papieren. Hè. Ja. Dat je van denkt. Ik heb onlangs, ik zei het ook, er zijn zo een aantal kinderen geweest in de voorbije 6 maanden. Die van school geplukt geweest zijn op een manier. En zonder politieke uitspraak te doen. Ik wil ze wel doen, maar zonder ze te doen. De manier waarop is gewoon echt niet oké. Je haalt geen kinderen op met een combi aan school. En zegt, pak uw tas en kom, we zijn nu naar een overgangscentrum of waar het dat ook is. Niet op die manier. Het maakt niet uit hoeveel keer dat ze al dit of dat of de ouders, het gaat over dat kind, die op die manier van school wordt gehaald. Ja. Dus ik denk hoe dichter dat je bij de realiteit zit en hoe meer dat je laat zien hoe het is. Alle miserie erbij hoort, maar ook alle, sorry, plezier ook. Dat je gewoon het leven zoals het is, qua. En dan niet, oh ja, het is voor kinderen, dus we moeten. Kinderen voelen heel veel aan. They know. En ze weten ook wanneer dat er gefoefeld wordt, wanneer dat het allemaal rooskleuriger wordt aangebracht. Dus ik denk als de regisseur daar niet in trapt. Dat is wel een val. Dan zit het goed. Ja, zit het goed.